Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op maandag 25 november. Het is mistig in een groot deel van het land en elders is ook veel bewolking aanwezig. In de loop van de dag gaat die bewolking wel wat breken en vanmiddag komt dan met name de zon er goed doorheen hier en daar. De temperatuur die ligt vanochtend zo tussen de 6 en 7 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op en wordt het 8 tot 10 graden. Vanuit het zuidwesten gaat dan wel langzaam maar zeker de bewolking weer toenemen en in de avond wordt de bewolking dikker en dikker. Er kan wel in het noorden weer wat mist ontstaan in de avond. De temperatuur ligt vanavond zo tussen de 6 en 9 graden, en aan het eind van de avond kan er misschien wat lichte regen in Zeeland vallen. De wind blijft uit het zuiden waaien en is overwegend matig. Morgen is er veel bewolking aanwezig en valt er hier en daar wat lichte regen of motregen. De temperatuur is vrij hoog voor de tijd van het jaar: het wordt 9 tot 11 graden. Verder waait er een matige wind uit het zuiden. Woensdag en donderdag wordt het zeer wisselvallig weer met flink wat neerslag. Het is wel zacht met 10 tot 11 graden. En vooral woensdag kan het ook stevig waaien uit zuidelijke richtingen. Vanaf vrijdag draait de wind naar het noordwesten en krijgen we te maken met lagere temperaturen. En in het weekende kan het s'nachts weer gaan vriezen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.